En samen met mijn collega-commentator Jeroen Guter geven we vandaag tekst en uitleg bij deze, naar wij hopen, spannende wedstrijd. Het is Arsenal dat de strijd aangaat met Feyenoord. Gordijnen dicht, de voordeur op slot, een lekker drankje op tafel. Nu is de tijd gekomen. Nu is het tijd voor voetbal. Van de bal afgezet. Eric Cantona. Van dichtbij. Jongens, Cantona niet te vertellen hoe die moet scoren. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Militao. Ashraf Hakimi. Saka. Hij komt bij Pelé terecht. Ashraf Hakimi. Mohamed Salah. Ze proberen een opening in de verdediging te zoeken en spelen de bal rustig rond. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Socrates. Marco van Basten. Thierry Henry. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Het andere team weer aan de bal. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Theo Hernandez. Rivaldo. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Met veel. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Boom, raak, knal, doelpunt. En nu is het weer gelijk. Goede timing hoor, om zo vlak voor rust de bal erin te leggen. Ja, dat smaakt de thee in de kleedkamer zo dadelijk toch een stukje lekkerder. En het staat weer gelijk. 1-1. Vierde official geeft aan 2 minuten extra. Het is rust, zegt de scheidsrechter. Tijd voor een versnapering. Dit worden 2 wissels in 1 keer voor Arsenal. Afgetrapt door Feyenoord. En de tweede 3 kwartier gaan nu in. Socrates. Henri krijgt de bal. Bal komt bij Pelé. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. Oh, goede bal. Hij weet die gevaarlijke paas te onderscheppen. Bellingham. Ritsu Doan. Ashraf Hakimi. Bal komt bij Pelé. Een medespeler helpt hem. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Goed de bal afgepakt. Thierry Henry. Rivaldo. Pelé aan de bal. Gefloten voor een strafschop. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Hij benut de strafschop. Moet je nou toch kijken, Siers. Hoe hij de bal raakt. Wat een knal. Ja, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. Wat een spannend slotakkoord. Al zal het nu wel gespeeld zijn, lijkt me toch? Ja, het zou wel heel knap zijn als de tegenstander nu nog langzij zou weten te komen. Ritsu Doan. Ashraf Hakimi. De speler werkt de bal weg.
niet meer aan de bal na die tackle. Vervolgt zijn weg naar het doel. Zorgt dan dat die bal ook echt weg is. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè. Anders was het een doelpunt geweest. Over 4 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Theo Hernandez. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Ritsu Duan. Bellingham. Het is afgelopen. De zege is vandaag voor Feyenoord. Nou, we zijn leuke wedstrijd, zie je het. Het ging behoorlijk gelijk op. Maar dat ene doelpunt heeft dan uiteindelijk toch voor de beslissing gezorgd.